Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Xenos. Mijn naam is Rebecca en ik ben hier vandaag met mijn moeder. Hallo. Het leek ons leuk om een shoplog op te nemen. Niet met items die ik zelf heb gekozen, maar met items die mijn moeder heeft uitgekozen. Was het makkelijk? Nee, het was helemaal niet makkelijk. Jouw smaak is mijn smaak niet en andersom. Dus ik dacht, weet je, ik kies gewoon wat ik leuk vind en ik neem het straks allemaal mee naar huis. Ja, die denkt, hé, ik kies gewoon bewust dingen die ze niet leuk vindt. Zeg maar, we vinden wel dezelfde dingen leuk. Ja. Maar veel dingen verschillen we toch als zijnde van, ik hou van grotere accessoires en niet zoveel. En bij jou is het allemaal een beetje lekker prularia en geen troep, maar meer. Veel. En bij mij denk ik, nou, 2 kaarsen is genoeg. En bij jou denk je, nou, 6 kan ook wel. Ja, zoiets. Dat heb ik bewust niet gedaan nu. Ik ben in ieder geval mega benieuwd wat mijn moeder voor mij heeft geshopt. Dus laten we gaan beginnen. Wat is dit dan? Ik dacht, ja, dat heb je nog niet in je nieuwe huis. Ja, ik zie wat het is, maar ik zie niet wat het is. Het is een zeepdispenser en een... iets? Tool, wat is dit? Ja, jij hebt het besteld. Ik weet het toch niet. Voor zeep? Nou, dat heb ik inderdaad niet. Dus dat komt goed uit. Ik dacht, dat kan je ergens in de toilet of in de keuken of... En dit? Ja. Ik weet niet. Misschien komen we het nog tegen. Ik heb geen idee. Het zat erbij in, maar... Nou, tada. Cute! Oh, dit is leuk. Dat dacht ik ook. Dit is een tapasplateau. 3 laags. Oh, dit is heel cute. Superleuk. Nou, binnenkort een housewarming, dus... Dat komt wel goed van pas. Oh, leuk! Oh, ik zag al iets. Wat is dit? Die kerst. Oh, ik wil die kerst. Wil je die kerst? Daar wordt mijn kersthart gelukkig van. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, er moet iets kersterigs bij. Ja. Een paar dingetjes. Kijk dus nou. Ik denken, met zo'n blokhutje. Ja, want vroeger had ik altijd al, als ik dit zag, dan zag ik mezelf hier gewoon wonen. Ja. En nu heb ik dat nog, dat ik denk, om hier op vakantie te gaan is toch geweldig. Nou ja, dan zag ik eigenlijk ook wel dat andere kerstding. Dus die wil ik dan ook. Voor iets groots. Ja. Nee. Maar ik heb die kerst al gezien. Ik mocht het bepalen. Ik heb hem al gezien. Ja, dan moet je het eruit halen ook. Oh. Nou, oké. Dan wacht ik ook gewoon tot ik het heb. Oké, ze heeft niet gelogen dat het groot was. Oh my lord. Oh, dit is wel mooi. Had je er een idee bij? Nou ja, met wat gouden spulletjes aan de muur ergens. Ja, maar waar? Aan een daar ergens. Nee. In de woonkamer. Nee. Nee, niet in de woonkamer? Nee, alles is al uitgedacht. Oh, oké. Nou ja. Misschien ook niet. Waar ben je? Ik zie je niet. En dat is ook niet iets wat in de weg staat, want dat hang je op. Ja, precies. Dus dat staat dan niet meer in de weg. Nee, want ik zou niet een, sorry als je dat hebt, een bijzettafeltje willen of zo. Oh, nee. Nee, als het goed is niet, want ik had dat juist nog gezegd van, nee, dat kunnen we gewoon allemaal niet kwijt nu. Ik heb zoveel weg moeten doen. En hebben we nog een kersterig dingetje? Ja, die heb ik al gezien. Ja. Dat is wel helemaal jouw print. Ja en nee. 2 jaar geleden had ik deze zo zelf gekocht en nu denk ik nee. Oh, maar nee. Voor de kids heb je nog steeds dit soort printjes wel. Nee, maar dat is kleding. Ja, dat gaat dan niet zo... Maar voor in het vensterbankje. Want je hebt nu een grote vensterbank. Nee. Hij is wel... Het is leuk. Het is een leuk ding. Maar ik denk dat je hem gewoon mee mag nemen. Oké. Ja! Oké. Confession time. We hebben op 1 ding dus vals gespeeld. En dat is deze. Want er was 1 ding wat ik heel graag wilde. En dat was een bankje. Nou, ik denk dat het voor een schoen uittrekken of zo, voor Revi. Oh, daar wilde ik hem voor. Ja, dat kan prima. Dat hij kan zitten en dan kan ik zijn schoenen aan of uittrekken. En het is dus een gerecycled bankje. Dit is hem. Voorzichtig, dit is breekbaar. Oh, wow. Die is voor in die de badkamer. Die is heel mooi. Oh, de wc-borstel. Is dat een wc-borstel? Er zit geen wc-borstel bij. Nee. Huh? Wacht even. Paniek in de zaal. Ja! Ah! Mysterie opgelost. Maar ik wist nooit dat je dit moest DIY'en. Oh, dat is het. Nou weten we waar het stokje voor is. Nou, hè? Ja, hij blijft de stijl. Zijn wij blond of zo? Ik denk het. Oh, leuk. Ik heb al helemaal zin... om hier voor het eerst lekker zo dingen in te stoppen. Ruim geen spul en dan... Oké. Okay. Oh.
Dit is wel echt oprecht heel handig, want ik kan nooit gouden haakjes vinden. Om dan een beetje in het kleurenthema te blijven, heb ik ook maar sponsjes te maken. Oh my god. Ja, omdat ik eigenlijk wel saai dat sponsors wel heel... zo lelijk zijn. Ik vond ze wel heel apart. Ik vind deze wel heel natuurlijke look hebben. Eigenlijk vind ik deze gewoon mooi. Ja, hè? Eigenlijk zonde om te gebruiken. Nee, dan kan al dat lelijke meuk weg. Ja. Want waarom zijn sponsors zo fel qua waarom kleur? Altijd knalroos, knalgeel, knalgroen. Ja, dit is toch veel mooier? Is toch grappig hoe ik wist dat je die mooi zou zo een leeftijd komt dat je ook blij kan worden van sponsors. Oh, hij is een beetje... Ja, ja, hij komt wel weer in model. Die is nep? Ja, die is nep. Dat is plastic. Hij lijkt echt. Goed, hè? Ik vond hem erg mooi. Oh, dit is ook perfect op de wc. Oh ja. Omdat ja. het daar donker is. Ja. Zo'n echte plant gaat het daar ongelukkig worden. Nee, dit kan je mooi op de wc. Leuk. Kijk, nou toch eens. Ja. Het is beton. Fout. Dus, maar ik denk niet. Ik twijfelde. Ik denk, je houdt er denk ik niet van. Ik vind het. Maar misschien omdat het een setje is. Ik vind het leuk. Maar ik zie nu al dat ik hier geen plek voor heb. Ik vind ze wel heel leuk. Ze zijn echt heel leuk. Mocht je er nou echt geen plek voor hebben. Oh, wat jammer. Dan heb ik misschien nog een woning waar wel plek is. Misschien heb je deze al gezien. Ik wist niet of je het al had. Maar ik dacht. Ja, ik wilde het ook. Deurmatje erbij. Gewoon ook omdat we nu begaande grond wonen. Voorheen smeerde je je modder gewoon onderaan de trap. En voordat je de trap op was, was het weg. Je modder kwijt. Ja. En nu ben je binnen. Ja. Oh my god. Deze vind ik echt heel leuk. Eigenlijk wil ik er dan twee. Oh. Voor, ook, achter bedoel ik. Oh, ja, dat is ook zo. Je hebt twee deuren. Dus even terug. Even terug. Even ja, terug. Even nog een keer bestellen. Ja, leuk. Ja. Nou, alsjeblieft. Ik zie gewoon, ik hoef niet eens te kijken, want ik zie hier helemaal niks wat het is. Wat dan? Geurstokken. Ja, hè? Maar de pink sugar. We krijgen hem even niet open, maar de geur die eruit komt is echt heel erg lekker. Oh, heerlijk. Nou, dan hebben we er denk ik nog maar één. Spannend. Dat is de bijzettafel. Echt waar? Ja. Is de bijzettafel? Nou, nee. Nee. Wat is het? Ik zie inderdaad een tafel. Het is. Oh, het is voor buiten. Ja, het is voor buiten. Oh, wat nou, nu heb je een tuin. Oh, wat leuk. Twee stoeltjes. En een tafel. Oh, die tafel is dan weer best wel licht. Oh, nee, niet. Ja, nee, die is best wel zwaar hoor. Het is een tafeltje. Ik heb hem hoor. Heb je hem? Kan ik hem loslaten? Ja. En dan twee van die leuk. Klapstoeltjes erbij. Kijk nou, in combinatie met mijn deurmat. Ja, dat past toch enig. Dat is helemaal leuk. Dat is helemaal leuk. Ik was zo bang dat je daadwerkelijk een bijzettafel had. Dan moet ik dat dan weer laten. Nee, ik dacht, ik koop niet echt veel dingen groot in huis. En nee. Als het er is, dan kan je het ophangen. Of... Oh, dit is leuk. Leuk, hè? Kan je lekker een borreltje drinken met je mannetje s'avonds? Ja. Lekker een wijntje, lekker in de voortuin. Lekker chippie erbij. Lekker socializen met mijn buren. En dan kan je leuk je kunstplantjes op kwijt. Ja, ik denk dat dat gewoon meegenomen wordt. Ja, dat denk ik ook. Dat is meteen leuk. En je tapasplateau vind ik heel leuk. Ik denk dat je het goed gedaan hebt. Ja, ben ik geslaagd? Je bent helemaal geslaagd. Ik ben heel benieuwd wat jij het leukste item vond. Vind jij dat mijn moeder geslaagd is of niet? Ik denk het wel. Ik vind het echt geweldig. Dit was het in ieder geval voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Als het zo was dat je het een leuke video vond, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op het kanaal van Xenos. En tot de volgende video. Doei doei!